Zeg Iris, ik wil dat je improviseert op mijn afscheid. Dus ik zei, is goed, Jip. Ik mag niks voorbereiden. Nee, je mag niks voorbereiden. En toen hij ook daadwerkelijk wegging, stond er ook braaf in een lijstje, Iris, improviseren. En hoe hard ik ook probeerde een tekst te schrijven, telkens als ik het probeerde, was het net alsof hij zei, nee, het mag niet. Dus nu zit ik hier, volledig, zonder iets voorbereid te hebben. Zoals Jip het graag ziet, want zo heb ik eigenlijk Jip er altijd benaderd. Op Skype, in het ziekenhuis, altijd met die eeuwige gitaar die ik niet kan bespelen. Op zijn bed en dan weer een stom liedje spelen. Dus we gaan zien wat hij me vandaag gaat brengen voor inspiratie. Anywhere, I don't know where, and I don't care.
Dankjewel, Jip.